guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag en ik had vandaag opnames, de laatste opnames voor de film waar ik in speel, First Kiss. Dus dat heb ik gedaan. Ik ben maar lekker buiten adem. Ik ben net thuis en ja, het is nu 5 uur en ik moet mijn koffer gaan inpakken. Want ik ga morgen naar Milaan voor Fashion Week en dan ben ik 2 dagen thuis. En dan ga ik naar Parijs, dus ik moet even alles een beetje organiseren hier in huis. En inpakken. So I'm gonna start doing that. Ik ga make-up er ook even afhalen. Ik heb ook net wimpers op voor het filmen. Ja, dus ik moet even goed nadenken, plannen welke outfits ik naar welke shows aantrek. En wat ik nog moet shooten en zo. Dus ga ik even doen. Oké. Check deze situation. Ik heb Ollie naar bed gebracht en ik moet nu gaan inpakken. Alleen het is in Milaan 30 graden, dus I don't know what the back. Ik heb geen idee. Hey guys. Jullie kunnen me nooit horen. Guys, wat vinden jullie van het hoesje van Sanne? Daar kunnen we ergens anders mee verleiden. Dit is een sample. Nee, dankjewel. Oké. Laat even weten of we dit ook bij Somewhere moeten uitbrengen. I like it. Hey guys, good morning. Was gisteren weer. Ik weet dat jullie mama gaan zitten haten. Mijn vlogcamera vergeten. Ik was met Anke en Sas van Glamour uit eten. En dat was heel gezellig. En het is nu ochtend. En wow, het licht is echt raar hier. Ik heb vandaag voor het eerst in mijn leven geen foundation op. Ik heb alleen concealer op. En ik moet er zelf wel een beetje aan wennen. Ik voel me een soort van kaal. Maar het is buiten 30 graden en ik dacht, ja, dan gaat zeg maar mijn huid alleen maar slecht worden als ik mezelf in mijn vol keek met foundation. Dus ik ga het niet doen. En net is mijn haar gedaan door iemand die ook bij Coachella mijn haar had gedaan. Ze hebben deze knot gedaan en vanmiddag gaan ze een ander kapsel doen. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. En ik heb deze top aan van Storette. Deze broek van Heron Preston. En daar ben ik super blij mee. Die heb ik van de Bijenkorf gekregen. En ik doe zo hakken aan een Balenciaga tas. En dan moet ik naar 4 presentaties van Furla, Hogan, Cassadei, Fratelli Rossetti. Dan moet ik naar een show van Anteprima en een ander outfit. Dan ga ik naar de Fendi show in een outfit van Fendi. Dus moet ik me weer omkleden. En dan gaan we mijn kapsel veranderen. En dan heb ik Moschino show en 3 cocktails. Dus dat is de planning voor vandaag. En we hebben een heel leuk terras bij. Tenminste, leuk. Gewoon lekker groot. Kijk, hoe chill. Het uitzicht ook best wel leuk. Dus ja. Oh my god, al die scooters. Let's go. Oké, wij zitten in de auto en we gaan nu naar de Hogan presentatie. En dan naar Fendi en dan naar Furla. Dus dat is het plan. En super warm buiten, dus 30 graden. Oké, wij zijn net bij Hogan geweest en ik heb me opgekleed daar in een hok. En ik heb deze jurk aan van Anteprima. Deze tas. En nu ga ik naar die show als vertalen. Het is 20 minuten rijden en de show zou 10 minuten geleden beginnen. Dus ik ben benieuwd. Maar goed, jullie gaan het zo zien. Hoe cool is mijn Fendi shirt? En die oorbellen. Wij zijn weer terug in het hotel en ik heb echt een hele extra jurk aan. Kijk, ik denk als jullie deze vlog zien dat dit wel of nog niet. Misschien dat ik hem vanavond post op Insta. En ze hebben mijn haar, kijk of ik het kan laten zien, opnieuw gedaan voor de avond. Dus ik ga mijn spullen pakken en dan gaan we naar alle dingen die bij deze avond horen. Oké, we
hebben het even zo te snel gemaakt en we zitten nu al 30, 40 minuutjes in de auto of zo. Naar de Moschino Show. Dus ik ben heel benieuwd. Ik heb er wel heel veel zin in om daarheen te gaan. Had ik mijn haar al laten zien? Ik weet het niet meer. Ik vind het echt heel cool gedaan. En ik heb dit pak aan van Alexa Chung van de Bijenkorf. Heb ik die? Iedereen zegt keihard aan het rennen naar die show. Should we? Zou je dat ook doen? Shit. Can we walk? How far is it? 500 meter. Ja, yeah, is too far. Yeah. Ik loop zulke hoge hakken. Maar iedereen zegt aan het rennen voor zijn leven. Ook op hakken. Oké. Na Moschino zijn we naar dezelfde tent gaan als waar ik gisteren aan het eten was. En gisteren toen ik hier was, zaten Kendall, Gigi, Bella en Anwar en zo aan die hier ook allemaal. Die heb hier dus mega veel licht. Ah, perfect! Dit is het eten is zo lekker. Het heet Rosie y Gabriel. Als je in Milaan bent, moet je daar echt naartoe. Het is best wel cheap. En het is echt... Nou, ik heb echt zelden lekker gegeten in Milaan. En ik heb deze oorbellen nieuw van de Zara. Dat nice. En ja, mijn outfit had ik al laten zien volgens mij. En kijk, als je een pizza neemt, San heeft een hartjespizza. Of een hartjespizza en pizza, dan krijg je hem in een hartjesvorm. En ik heb carpaccio. Hey guys, ik heb lekker gedoucht. Ik lig in bed. Zoals jullie zien. En ik heb dus net mijn Prada-tas met die het gouden maantje en die sterretjes in de Uber laten liggen. Zo dom. Dus ik hoop dat ik die terugkrijg. We hebben er zeg maar zo'n bericht ingestuurd. Maar ja, ik weet niet of dat dan gaat gebeuren. We zijn hier nog anderhalve dag. Dus dat is echt heel erg balen. Maar goed, ik ga niet zeuren. Ja, vandaag is een leuke dag. Die Moschino show was zo vet. Ik heb allemaal dingetjes gevlogd. Ik weet niet of jullie het allemaal leuk vinden om die shows te zien. Maar... Dus ik probeer het niet te veel te doen, maar ik probeer het ook niet te doen. Zodat als je het niet leuk vindt, kan je meteen doorscrollen. En als je het wel leuk vindt, dan kan je het alsnog zien. En morgenochtend heb ik weer heel vroeg een show. Tots is de eerste show morgen. En dan heb ik volgens mij Sportmax daarna. Als ik het goed zeg. Dus ja, en morgen wordt het ook weer 30 graden. So, that is nice. En ik ga nu even fotootjes editen nog. En dan ga ik lekker slapen. En ik zie jullie morgenochtend. Oké, ik ben net bij de Totshow geweest en ik heb alvast mijn top aangedaan voor de volgende show van Sportmax. En we zijn nu mijn haar aan het doen. En dat wordt gedaan door... How do I pronounce it? Frank Provonost? Ja, Frank Provo. Oh. Oké, en zij doet dat bij haar op Coachella en tijdens Fashion Week nu in Milaan en ook straks in Parijs. En they're the best. Right? You guys are the best. Thank you. I always you. Love it. Dus ja, dus zometeen dat doen. En dan vanavond gaan ze mijn haar weer doen voor Philippe Lijn show en Philippe Lijn idee. Yep, ik ga even inchecken voor de vlucht, want we vliegen morgenochtend naar Olly. En Suus is morgen jarig, die viert morgenavond haar verjaardag. Ik moet zo nog even een cadeautje kopen. Ja, nu naar Sportmax en dan heb ik lekker een paar uurtjes vrij. Oké, ik loop de Sportmax show uit. Zwetend en al. En nu loop ik naar de presentatie van Bulgari. En dan gaan we daarna even van hotel wisselen. Dus even snel spullen pakken en ergens anders naartoe. En ik heb trouwens vandaag weer foundation, geen foundation op wat ik had gezegd. Ik ben echt benieuwd of mijn huid hier beter van wordt als ik dat niet meer doe. Dus nou, ik zal even kijken of het leuk is om daar te filmen. En dan
Zie ik jullie zo. Wij zijn gewisseld van hotel. Ik moet jullie echt even het uitzicht laten zien. Op de Duomo. Zo chill. Alleen we zijn er dus echt maar heel even, want we moeten weer gaan en morgen op het vliegen. Toch, zo mooi. Oké guys, ik ben weer terug en het is vrijdag, dus ik moet de vlog weer afsluiten. Ik hoop heel erg dat jullie het leuk vonden om deze dingen van Milaan te zien. Volgende week ga ik naar Parijs, dus laat even weten wat je wel niet leuk vond uit de vlog. Dan weet ik dat voor als ik naar Parijs Fashion Week ga volgende week. En morgenochtend ga ik lekker naar Olly. Daar heb ik super veel zin in. Ik mis er zo erg. Echt. Elke keer als ik een klein kindje zie, dan denk ik, ik wil naar Olly. Maar goed, morgen is het zover. Dus ja, bedankt voor het kijken en ik zie jullie woensdag weer.